Hallo allemaal en welkom bij deze nieuwe video. Vandaag weer een hele leuke make-up tutorial, een hele betaalbare make-up tutorial. Ik heb deze full glam make-up look gemaakt voor echt een hele lage prijs. Ik heb hele betaalbare producten gebruikt en het zijn allemaal producten die ik oprecht prima vind. Ik heb niet expres hele goedkope gepakt die ik niet goed vind, maar alsnog gebruikt zodat de prijs laag blijft. Ik heb ook echt gekozen voor producten die ik echt goed vind. Anders kon ik eventueel een aantal keer nog goedkoper gaan. Maar ja, ik vond die gewoon niet heel goed. En ik ga niks aanraden wat ik gewoon slecht vind. Aangezien jullie mijn betaalbare video's altijd heel leuk vinden, heb ik er gewoon nog eentje gemaakt. En ik ben vandaag gegaan voor een roze look. Mijn trui is ook echt heel roze. Mijn lippen heel roze. Het is gewoon een hele roze make-up look. Vergeet ook niet alvast te liken en te abonneren. Kan gratis hieronder. Anders vergeet je het misschien straks. En ben je benieuwd naar deze make-up look en welke producten ik heb gebruikt? Blijf dan even kijken. En hier ben ik dan zonder make-up. Alleen mijn wenkbrauwen zijn gedaan, meer niet. Ik ga eerst mijn gezicht primen. Ik gebruik hiervoor de LA Girl Pro Prep Primer. Deze is slechts €5,95 en is te koop bij de Booty Shop. Deze maakt je gezicht echt heel smooth en heel egaal. Daarom vind ik hem heel fijn. En hij is natuurlijk ook weer heel goedkoop. En als ik hem zou willen vergelijken met een dure primer, dan zou ik hem met de Smashbox Photo Finish Primer vergelijken. Nou, voor foundation heb ik echt een hele betaalbare. En dat is deze foundation van de Lidl voor slechts €2. Ik gebruik trouwens de kleur 040 Soft Caramel. De mensen die mijn Lidl video hebben gezien, die kennen deze al en die zagen in de video al dat ik er heel blij mee was. En zoals ik daar al zei, ik ben er nog steeds heel blij mee. Hij is echt heel goed. Nou, de beste betaalbare full coverage concealer is absoluut deze van Catrice. Dit is de Liquid Camouflage. En deze is slechts €3,60. Echt super goedkoop en hij is echt heel goed. Ik gebruik hem in de kleur 020 Light Beige. Er zijn helaas niet hele donkere kleuren. Er zijn maar 3 kleuren. En ze zijn alle 3 heel licht. Dus als je een wat donkerdere huid hebt, dan gaat deze helaas niet werken. Nou, om mijn neus te contouren gebruik ik dit paletje van Makeup Revolution. Dit is een contour en highlight paletje. En ik gebruik altijd deze kleur. Dit paletje is slechts €10 en is verkrijgbaar bij de Ethos. En het is een goede dupe voor de NYX Highlight en Contour Palette. Die is €20. Dus deze is een stuk goedkoper. Om mijn hele gezicht af te poederen gebruik ik de Essence All About Matte Poeder. Er zijn mensen die deze poeder helemaal niks vinden omdat ze vinden dat hij een witte waas achterlaat op je gezicht. Ik heb hier niet echt last van. Ik zie het wel een heel klein beetje. Dus ik weet een beetje wat ze bedoelen. Maar ik vind het niet extreem irritant of zo of te zien. Dus vandaar dat ik deze gewoon nog gebruik. Nou gaan we verder met de ogen. Je kunt met een oogprimer beginnen. Of je gebruikt concealer als een primer. En aangezien we het vandaag betaalbaar willen houden, gebruik ik gewoon de concealer die ik heb gebruikt als oogprimer. We gaan vandaag dit Essence All About Roses paletje gebruiken. Dit is een roze paars paletje. Heel mooi als je voor de look wilt gaan die ik vandaag ga maken. En dit paletje is slechts €3,99 en te koop bij de Kruidvat. Ik vind dit paletje handig, omdat je in principe niks anders hoeft te gebruiken. Alle kleuren die je wilt zitten hierin en je kunt een hele makkelijke look ermee maken. En de pigmentatie is ook oké. Niet super goed, maar ook niet slecht. Gewoon vrij normaal. Ik gebruik eerst deze hele lichte roze kleur om mijn hele oog af te poederen. En dan pak ik deze roze kleur ernaast en die doe ik op mijn hele ooglid. Dit is een hele mooie roze kleur met wat glitters. Dan pak ik deze paarse kleur. En met deze kleine ronde kwast ga ik het zo in mijn arcadeboog aanbrengen. Hiermee maak ik de lijnen wat minder grof en het blendt allemaal heel mooi in elkaar. Ik ga gewoon zo op en neer steeds van buiten naar binnen. En dan pak ik deze bruine kleur naast de paarse kleur en daarmee ga ik er nog één keer overheen. Dit doe ik om de kleur iets donkerder te maken, want ik vind het nou allemaal nog iets te licht. En ik breng het meeste aan de uiteinden. En dit druk ik dan hier ook nog erop. En dit doe ik dan zo ook bij dit oog. En dan met de fluffy kwast blend ik het allemaal nog extra uit. Doordat ik nou ook allemaal donkere kleuren heb gebruikt, is de licht roze kleur op mijn ogen een beetje vervaagd. Dus ik ga daar nog een beetje extra van opdoen. En dan met de fluffy kwast blend ik het nog een beetje uit. De donkerbruine kleur breng ik ook aan op mijn onderste wimperrand. En dan pak ik de paarse kleur daarnaast en daar ga ik er nog één keer mee overheen. Als eyeliner gebruik ik de Essence Waterproof Pen Eyeliner. Deze is slechts €2,90 en is verkrijgbaar bij de Kruidvat. Ook weer super goedkoop en hij brengt echt heel fijn aan. Hij is heel zwart en de punt is echt heel scherp, waardoor je een mooie eyeliner kunt maken. Je hebt hem ook in niet-waterproof, maar de niet-waterproof variant vind ik echt iets minder goed. Deze is echt beter. Als mascara gebruik ik deze Essence The False Lashes Mascara. Ik gebruik vandaag echt heel veel Essence producten. Deze is slechts €2,90. Essence mascara's staan echt al heel bekend omdat ze heel goed zijn en heel betaalbaar.
Ik vind deze echt de beste van allemaal. Als nepwimpers gebruik ik de 3D08 van de AliExpress. Iedereen die mijn video's wel eens heeft gezien weet dat ik altijd nepwimpers van de AliExpress gebruik. En deze zijn slechts 2,20 euro. Super goedkoop ook weer en heel mooi. Ze zijn echt heel lang en ik vind dat altijd heel mooi. Terwijl de lijm op mijn wimpers aan het drogen is, zal ik ook even vertellen wat ik voor mijn wenkbrauw heb gebruikt. Ik heb de LA Girl Brow Pencil gebruikt in de kleur Black. En deze is slechts 4,95 euro. En ik vind hem echt heel fijn. Hij heeft een spoelie aan deze kant en aan de andere kant is dan het potloodje die je kunt uitdraaien. Hij lijkt heel veel op de Benefit Brow Pencil. Ik heb mijn wimpers opgedaan en ik heb mascara gedaan op mijn onderste wimpers. Verder, voor de rest heb ik nog niks gedaan. Ik ga nu mijn gezicht contouren met weer deze Revolution Palette en ik gebruik weer deze kleur. Als bronzer gebruik ik de Wet n Wild Color Icon Bronzer in de kleur Bikini Contest. Deze is slechts 4,99 euro en is te koop bij de Booty Shop. Ik vind deze bronzer heel fijn. Hij is mooi groot, dus je doet er lang mee en je kunt lekker met je kwast erin gaan. En deze bronzer bevat SPF 15 en hij blendt echt heel mooi op je huid. Deze bronzer is niet mat, er zit een lichte glans doorheen. Als blush gebruik ik de Ethos Beautiful Blush in de kleur Sun Loving Sand. Dit is een hele mooie donkere roze kleur. En deze is slechts 3,99 euro en natuurlijk te koop bij de Ethos. Als highlighter gebruik ik deze van de Action van het merk Max & More. In de kleur Nude. Je hebt ook een roze variantje hiervan. En deze lijkt op de Shimmer Bricks van Bobbi Brown. En deze is slechts 1,90 euro. En is echt heel erg gepigmenteerd en echt heel mooi. Ik pak altijd de twee bovenste kleuren als highlighter. Kijk hoe mooi. Het is echt een hele mooie glow. Je zou echt niet zeggen dat deze maar 1,90 euro is. Doe ik een beetje op mijn neus. Dat doe ik altijd. Ik weet dat er mensen zijn die dit niet vinden kunnen, maar ik vind het gewoon mooi. Voor mijn lippen gebruik ik deze Wet n Wild lipstick in de kleur Mauve Outer Here. Deze kost 2,99 euro en is te koop bij de Booty Shop. Het is echt een hele felle roze kleur. Maar ik vind het vandaag wel matchen met mijn trui. Ik ben gewoon vandaag lekker roze. Als setting spray gebruik ik de Mist & Set spray van Elf Cosmetics. Deze is te koop bij icelipsface.nl en is 5 euro. Elf is dus de afkorting voor icelipsface. Dit is ook een heel betaalbaar alternatief voor de MAC Fix Plus. Nou, dit was dan de super betaalbare make-up look. Je kunt er ook een andere look van maken. Je kunt bijvoorbeeld een andere lipstift pakken. Want de Wet n Wild heeft ook andere kleuren lipsticks. Ik heb hier bijvoorbeeld nog eentje in de kleur Sparked with Rum. Deze is rood. Met het oogschaduwpalet kun je ook nog andere looks maken. Dus je kunt doen echt wat je wilt. Nou, vond je deze video leuk en vond je mij ook leuk? Vergeet dan niet te liken en te abonneren. Zo blijf je op de hoogte van mijn 2 video's per week. Elke zaterdag en dinsdag om 1 uur. En dan hoop ik jullie snel weer te zien bij mijn volgende video. Doeg!